3-0 winst, altijd reden om te lachen. Ja. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, we zijn sterk begonnen. En, we zakken iets terug en het talentteam krijgt meer energie. En dan uiteindelijk eindigen wij goed met kracht. Nou, ik denk als je alle sets naast elkaar zet, ja, eigenlijk zit er steeds toch wel een behoorlijk dipje in. Hoe verklaar je dat, hè? Dat? Toch weer dat stukje wisselvalligheid. Ja, ik denk dat we als team af en toe iets te onscherp zijn. En dat de tegenstander dan ook wat het begint te voelen. Hè? En dan beginnen ze ook steeds beter te spelen. En dan wordt het voor ons lastig om terug te pakken. Ik denk dat we vandaag wel weer goed hebben gedaan in elke set om daarna wel weer terug te komen. En ons eigen spel te gaan spelen. Ja, jullie pakken het steeds wel weer op. Maar zoals in de tweede set bijvoorbeeld, hè, kom je 7-0 voor. Dan denk je, nou, dat is al een behoorlijke tik. Maar dan wordt het toch nog weer 16-15 bijvoorbeeld. Hoe proberen jullie dan dat toch weer goed recht te zetten in het veld? Ja, dat er gelijk komen is vooral dat iedereen één foutje maakt. En om dan weer terug te komen is eigenlijk eventjes koppen leeg, bij elkaar komen en gewoon weer opnieuw beginnen. Het is lastig, maar het is ons wel gelukt. Voor jou toch denk ik, ja, een soort heugelijke dag. Ik weet niet hoe je dat zelf ziet, maar dit seizoen voor de eerste keer in de basis. Voelt dat ook als lekker? Ja, ik heb wel natuurlijk wat invalbeurten gehad. Maar een basisplek is toch een beloning voor het harde werk dat je hebt gedaan. Ja, zeker. Voelt goed. Zo zie je dat ook? Ja, zeker. Ja. Geeft dat dan ook extra de druk in de zin van, nou, dan moet ik het wel laten zien? Nee, dat voel ik niet. Ik heb alleen nu het gevoel nog harder te werken om nog meer basisplekken te krijgen.